got your number written on the back of my head. I got your number written on the back of my head. I got your number. Wij spreken met een boswachter van... Ja, van de Vlaamse overheid toch, hè? Ja. Maar van Bos en... We zijn daar gaan wandelen met een maat en ik vanmorgen, hè. Schoon bos, maar er staan champignons allemaal in dat bos, hè. En allee, paddenstoelen. Allee, ja, ik zei dat zijn paddenstoelen en met een maat zeg dat zijn champignons. En die heeft daarvan geproefd. En jongen, die dat zo heeft dat opgegeten. Die zegt, ja, maar dat zijn champignons, dat mocht je eten. En die liggen nu groggy in de zetel. Hè. Dat is... En ik vraag me eigenlijk af, kan dat eigenlijk van zo'n paddenstoel? Persoonlijk zou ik nooit paddenstoelen eten, want... Ja, je moet het echt wel goed kennen om de zuster te hebben. Het is trouwens verboden ook, hè, om in bos. Ja, Pieter, jongen man, dat is niet goed, hè. Dat was zo'n een redelijk grote, zo. Ken je dat? Zo'n... Oleet misschien. Maar zo met een lichte groene schijn daar, zo... Oei, beetje... lichte groene schijn. Ja, dat is zeker een giftige. Aide. Hoezo? Dat is zeker een giftige. Ik zou, als ik hem was, contact opnemen met mijn dochter. Dan. Ja, dat is dus een giftige, een Pieter, maat. Dat was geen gewone paddenstoel. Nee, dat was een groene. En meneer zegt dat een boleet is. Een boleet, hè? Is dat? Of zo? Ik denk het wel, ja. Dat is een boleet en dat is een giftige, man. Pieter, kom een keer. Leg een keer uit welke dat... Ik ben daar niet gerust. Leg een keer... Kom, pas op, man. Zet. Zeg een keer wat dat was. Hier. Allee. Hallo. Hallo. Ja? Ja, zeg maar. Spreek je met Bas, met een baas van het bos? Nee, een boswachter. Een boswachter, hè? Ja, ja, ja. Ja. Dat was... Je hebt paddenstoel gegeten. Dat was geen gewone paddenstoel, hè? Nee. Ja, maar dan raad ik toch aan dat je langs een dokter rijdt, hè? Ja, maar ik heb die opgegeten en ik heb dan echt heel rare dingen gezien, zeg. Dat bos was keigroen en vol onkruid en planten en zo af en toe zo bruine strepen. Is dat normaal, kende? Ja, dat kan zijn. Sommige paddenstoelen hebben een hallucinerende werking. Ja, met eekhoorns die kunnen toch niet verticaal lopen, of wel? Ja, dan heb je drugs gebruikt, hè. Ja. Nee, maar... Die kunnen eekhoorns dansen. Ja, Pieter, jongen. Kunnen die dansen? Pieter, man. Eekhoorns. Nee, die dansen normaal gezien. Ik heb dat nog tens gezien, gewoon door een gewone champignon op te eten, hè. Nee. Neemt dan maar contact op met het antigiefcentrum of met een huisarts of met ziekenhuis. Ja, ik had dat dan niet mogen doen of zo? Nee. Paddenstoelen plukken in het bos mocht je zeker en vast niet doen, nee. Ja, je hebt gelijk, hè. Je hebt altijd gelijk. Jij zit de baas van het bos, hè. De bosbaas. Jij zit de man die met een hoedje, met een pluim door de bossen rondwandelt. Dus ik denk dat... En als de bosbaas zegt geen paddenstoelen, dan moeten we luisteren, meneer. Heeft dat hier, man? Bosbaas, hè. Heeft dat hier. Van bos. Heeft er van een meneer. Ja, ik kan u laten, want... We gaan naar de dokter, hè. Ik ben zelf ook geen ziekteverlof, dus... Oei, sorry. Ook toch geen paddenstoelen gegeten? Nee, geen paddenstoelen. We gaan ermee naar de dokter gaan. Ik wist het, ik had het gezegd. Hè. Merci om te helpen, hè, meneer. Helemaal Pieter. Zie je een eekhoorn? Dat is een ziekteverlof. Oh, gaan we. Dit is een vrije dag.